Hi iedereen, welkom bij een nieuwe trade premium update. Vandaag zou wel eens de belangrijkste update kunnen zijn die we sinds lange tijd hebben gegeven, en die levensveranderend kan zijn binnen uw tradingportfolio slash investeringsportfolio. Waarom zeg ik dat? Omdat ik, zoals de titel al zegt, hebben we een top bereikt. En ik heb het niet zozeer over Bitcoin, maar eerder over een andere belangrijke of andere belangrijke indexen. En die gaan we vandaag met jullie bekijken. Want dit kan ervoor zorgen dat crypto meegetrokken wordt. Of juist niet. Dat is de vraag die we ons vandaag gaan stellen en die we met jullie gaan analyseren. Dus uh, blijf zitten, blijf kijken, want dit kan wel eens levensveranderend zijn. Tot dadelijk. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Een vraag waar niemand het over heeft. Hebben we een top bereikt in de SP 500 en de Nasdaq? Een vraag die door niemand gesteld wordt en waar het heel stil rond is. Um, nu, moesten we een top bereiken, dan kunnen we een serieuze opportuniteit of aan de vooravond van een serieuze opportuniteit staan. Want de impact op crypto gaat in eerste instantie sowieso er zijn. En waar gaan we dan inschalen? Dat is wat we vandaag gaan bekijken. En waarom denk ik dat, dat wij um, aan een top staan? Puur technisch laten de charts ons zien dat we tegen het maximum van uh, de vorige toppen aanzetten. Duidelijkheid zal ze gebracht worden. Maar we gaan eerst even kijken naar wat Warren Buffett zegt. Warren Buffett heeft vrij veel verkocht. We zien dat hier ook aan de data. Dus dit is Warren Buffett Berkshire Hathaway. Hier zien we dat we dat men Apple heel veel verkocht heeft. Hier heeft hem heel veel verkocht. Hier ook. Dus we zien dat er momenteel heel veel cash staat bij Warren Buffett. En Warren Buffett doet dat niet zomaar, want er zitten belangrijke data aan te komen rond Japan um, en China, die deze maand nog zullen plaatsvinden. Bovendien um, laat de technische analyse ook zien dat wij op belangrijke levels zitten. En daarom. Wil ik de tijd nemen om deze markten met jullie te analyseren? Niet enkel voor crypto, ook voor de aandelen. Want het is heel belangrijk dat mensen die in aandelen zitten ook gaan die risken op deze manier. Of misschien gaan die risken. Dat is uw eigen keus natuurlijk. Maar het zet mij wel aan het denken. Nu, voordat ik overga naar de technische analyse, wil ik eerst nog enkele returns laten zien op Bitcoin. Momenteel Bitcoin heeft op dit jaar al een return van 36% gehaald, wat niet al te best is. In vergelijking met vorig jaar zaten we met een 156% return. Natuurlijk, het jaar is nog niet afgelopen, maar uh, wanneer we kijken naar de grafieken op de Nasdaq en de S&P 500, stel ik me toch grote vragen, ja, want iedereen is opportunistisch over bitcoin. Ik zie momenteel zelf ook nog geen top in bitcoin, maar ik weet wel, als de grote financiële markten deze technologie aandelenmarkt, Nasdaq, dat die bitcoin natuurlijk wel gaat meetrekken. We hebben gezien dat we de sterkste maand hebben gehad in februari, tijdens de lancering. De lancering is 10 januari geweest, de ETF-lancering van bitcoin. En we hebben in de twee maanden die daarna plaatsvonden, 43 en 15% winst gemaakt. Nu we zullen zien hoe het verder afloopt, maar alleszins heel belangrijk om in de gaten te houden. Um, verder zien wij de Bitcoin Capital Flows, de cycle flows. En wat zien wij hier? De flows van minder dan één maand en de flows van 1 tot 2 jaar. We zien dat deze ook zijn afgebouwd. We zien dat de capital flows ook niet meer zijn geweest zoals we hebben gezien richting de all time highs die we niet hebben of juist hebben doorbroken. We zien dat die capital flows terug zijn afgenomen. Nou, dus daar moeten we ons ook al vragen bij gaan stellen. Is er nog interesse in Bitcoin? We zien dat de Bitcoin flows terug in de ETF's aan het toenemen, zijn evenals ook binnen Ethereum, binnen de Ethereum ETF's. En stel dat we een grote sell-off zien in die traditionele markten, gaan we dan een rotatie zien naar cryptomarkten, terwijl er sterke risk-on-assets zijn. Dat is hier een heel belangrijk vraagstuk dat we moeten oplossen in de toekomst, waar we nu nog geen antwoord op hebben, maar waar we wel eens over kunnen speculeren. Nu, wanneer wij kijken, zien we dat de S&P 500, Ten opzichte van bitcoin. Bitcoin zwaar geoutperformd heeft. Niet zozeer in cijfers of in getallen, maar wel een marktstructuur. Wanneer we naar bitcoin kijken, zien we dat bitcoin een heel stuk achterop loopt ten opzichte van de SP 500. En daardoor zijn we er ook van overtuigd dat de SP 500 zwaar overextended is. En dat is wel een hele belangrijke om in het achterhoofd te houden. Want zoals ik al meerdere malen in deze call heb gezegd, maar ik kan het niet genoeg benadrukken, zijn dat de markten die de rest meetrekken. De Fed Balance Sheet, daar verwachten ze ook veel van, maar we zien dat er nog steeds tightening plaatsvindt, dus de Fed Balance Sheet is nog steeds niet toegenomen, en we zitten nog steeds in die afbouwfase, in die tightening fase, terwijl de US- to money, een lichte stijging laat zien momenteel, wat positief is voor risk on assets. Wanneer we de global liquidity zien toenemen, die je hier ook heel mooi ziet, um, even kijken... De global liquidity ziet je hier heel mooi, eh, zien we dat die aan het toenemen is. Mede door China eh, en andere landen of andere centrale banken, eh, maar vanuit de Fed balance sheet is er geen toename. Nu, wanneer wij een toename zien in die global liquidity, gaan risk-on-assets doorgaans beter presteren. Nu, gaat die global liquidity input vanuit Amerika op tijd komen of gaan wij juist daarvoor al in augustus, eerste twee weken van september, gewoon crashen? Dat is hier de grote vraag, want we hebben ook gezien bij Gert van Lagen, wanneer de interest rates verlaagd gaan worden, dat we daarna of kort daarna alleszins depressies zien of recessies, met als gevolg een dalende markt. Goed. Ik ga het vandaag heel kort houden. Ik ben op dit moment zes minuten bezig, dus ik zit volledig op schema. Als jullie verdere vragen hebben over het onchain data gedeelte, Ik raad jullie aan. Word Trade premium lid. Schrijf je in voor een jaar, 210 euro voor een jaar. Daar kun je niet vermissen, missen. hetgeen wat je daarvoor terugkrijgt, is absurd veel. Kwartaalrapporten, weekly updates. Onze community waar je ook toegang hebt tot onze premium kanalen. En als jij daar geen zin in hebt, kunt je nog altijd ons premium uh, ons Discord kanaal excuseer, ons Discord kanaal al gratis joinen. Deze beschrijving of deze link gaat je in de beschrijving hier onderaan vinden. Nu, we gaan overgaan naar de technische analyse. En dat is hetgeen wat mij uh, toch wel ja, alarmbellen doet afgaan. Uh, wanneer we gaan kijken naar de Nasdaq, zien we momenteel dat wanneer wij de, de highs met elkaar verbinden, ik ga die hier even verduidelijken. Hier zitten we met een high en hier zitten we met een high. En wanneer we die met elkaar gaan verbinden, zien wij dat we momenteel deze high hebben aangetikt. Ziet je dat? Dus hier zien we dat we deze high hebben aangetikt. Nu, wanneer wij deze trendlijn uh, uh, verder gaan inzoomen, of alleszins deze twee angle terug gaan inzoomen, het is dus een, niet een falling wedge, maar een. Ascending wedge, dus een opwaartse wedge. Deze opwaartse wedge is meestal een bearish patroon. En wanneer wij uit deze onderstaande trendlijn breken met een volledige candle close op het 3-monthly, dus dit is het 3-monthly, het kan nog even duren. Maar wanneer wij eruit breken, zouden we richting deze zones kunnen gaan. Dus deze zone laat een heel sterke supportzone zien, wat ook een retest is van de previous high, van de vorige cycle. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat we een 75% lager kunnen gaan. Weet dat dit een technologie-aandelenmarkt is en dat elke recessie op een andere markt zal plaatsvinden. Of elke crisis op een andere markt zal plaatsvinden. We hebben de vastgoedmarkt al gehad. We hebben de uh, technologie-aandelenmarkt al gehad. De vraag is, waar gaat de volgende uh, recessie plaatsvinden? Of waar gaan de grootste brokken vallen? Nu. Wanneer we daarop inzoomen, en dat is heel frappant, zien we op het 3-monthly voor het eerst een high liquidity candle. Ik weet niet of jullie het duidelijk zien, maar wanneer we daar echt op gaan inzoomen, ziet je hier heel duidelijk de high liquidity candle. Een high liquidity candle wil zeggen dat we extreem veel volatiliteit zien en dat dat meestal bepalend kan zijn voor een trendomkering. De eerste zone die we kunnen gaan testen ligt in mijn ogen rond deze zone. En dus we hebben nog wel wat zones te over, uh, zones die we moeten overtreffen om eigenlijk verder te dalen. Hè. Uh, dus er, er is nog niet zozeer een, een bevestiging, maar wanneer wij deze zone hier doorbreken, wanneer we deze zone niet kunnen behouden, 13.116, dan gaan we niet meer binnen deze triangle kunnen sluiten. En wanneer we niet meer binnen deze triangle kunnen gaan sluiten. Kunnen we een verdere daling zien naar deze zone? En dan zitten we al meteen, het is op het trimonthly, maar dan zitten we al meteen 43% lager. Wat absurd veel paniek in de markt gaat veroorzaken. Weet dat het een trimonthly timeframe is. Dus ene candle is drie maanden. Wanneer sluit de volgende candle af? Binnen een maand en 15 dagen, dus eind september. Wordt dus heel belangrijk om deze zaken te gaan opvolgen. Want als we hier een trendomkering zien en we gaan deze trendlijn doorbreken, macro-trendlijn, die al sinds uh, 2009 en 2020 is gevormd, dan kunnen we wel eens een echte crisis gaan zien. En waar ligt de uiteindelijke target? Volgens het measurement target dat ik hier heb genomen, van top naar bottom, sinds wanneer de triangle gevormd is, heb ik deze gewoon verplaatst richting deze zone, en zouden we perfect uitkomen op deze zone. En daardoor denk ik dat wij een marktdaling kunnen zien, indien, indien dit gebeurt, van 75%. Dus we moeten deze komende vier tot zes maanden moeten we absurd gaan opletten. Het kan, het kan al in september plaatsvinden, maar het kan ook november, oktober, november zijn. Daar moeten we nu rekening mee gaan houden. Wanneer we gaan kijken naar een ander gegeven, dat is de S&P 500. Wanneer we gaan kijken naar de S&P 500, is dit mijn target dat ik heb uitgeteld. Een target waardoor we nog 7% hoger kunnen. Dus als wij meer zijwaarts gaan op de Nasdaq, mits dat er heel veel bedrijven van de Nasdaq ook in de S&P 500 zitten, wat goed zou zijn. Dit geeft de Nasdaq meer ruimte om opwaarts te gaan. Want hier zien we ook dat deze trendlijn heel mooi. Kijk, van 2007. de tweede high is gecreëerd op in 2021. Zien we dat we terug richting deze trendlijn kunnen gaan. En dat we daar nog maar slechts 7% van afzetten. Wanneer wij onze deviation tool gaan gebruiken, die we hier hebben uitgezet en hier hebben uitgezet, komen we hier met een deviation van 2 tot 2,5. En wanneer we deze move uitzetten, komen we hier ook op 2.5. Dus dat is exact het gemiddelde van deze box, wat mijn extra bevestiging geeft. Hier zitten we dan rond de 6044, iets minder. We pakt 6000 een psychologisch level. En van daaruit zouden wij um, eens even kijken. Um, moet ik even laten zien hoe ver dit zou kunnen zijn. Van hieruit. Zouden we volgens mij naar deze trendlijn kunnen gaan en op SP 500 een 33% kunnen zakken, waardoor we een retest krijgen van deze trendlijn en een low gaan opzoeken rond deze zone. Dus we zouden afhankelijk van hoe snel de trend gaat, rond deze zone kunnen uitkomen en dit zou dan ons pivot point kunnen zijn rond de 4591. Ik heb vervolgens uitgezet hoeveel tijd we nodig hebben gehad om deze 7% te bereiken. En dan zouden we uitkomen rond april 25. Maar zoals je hier ziet, zijn we echt wel een sterke push naar boven aan het doen, waardoor dit tijdsverloop totaal niet overeenkomt. En dus hoe sneller we hier geraken, hoe gevaarlijker het gaat worden, mensen. En hoe meer we moeten gaan kijken naar onze posities in crypto. In eerste instantie. Gaat Bitcoin meegetrokken worden naar beneden? Gaat het komen door een Black Swan-event? Gaat het komen door een wereldoorlog 3? Gaat het komen door een burgeroorlog? Gaat het komen door de electies? Niemand weet het. Niemand weet het. Maar we moeten wel voorbereid zijn, want de grafieken laten zien dat we in een hot zone zitten. En gaat er vervolgens als banken omvallen? Gaat er een safe haven gecreëerd worden richting Bitcoin? Dat kan perfect. Maar dat kunnen we pas zien als. Het effect er is en als de paniek er is, en als de, uh, ja, de stukken gemaakt zijn, hè, als, als de, uh, ja, de klap uitgedeeld zijn, eigenlijk. Daar moeten we nu op gaan letten. Dus een eerste tijd moeten we hier naar kijken, en in een tweede tijd moeten we zien wat hier de reactie gaat zijn, en vervolgens gaan we dit. Een, uh, een overlay doen met het nieuws, hè, wat de huidige situatie is van het macro-economisch aspect, wat de Federal Reserve gaat doen en hoe het er eigenlijk geopolitiek uitziet momenteel. Er staat nog heel veel te gebeuren. En ik kan u zeggen dat ik toch wel voorzichtig ben, zeer gefocust en uh, ja, mijn risico's beperk momenteel om zwaarder in te schalen in crypto. Ik ben gewoon een uh, rationalist. Ik ben heel rationeel in het analyseren van mijn grafieken. En ik zal ook zeggen als ik denk dat markten gaan dalen. Dus ik ben geen permaboel, zoals velen dat noemen. Maar eerder een realist. Goed, mensen, ik hoop dat jullie dit interessant vonden. Uh, ook voor de aandelenmarkten of de mensen met aandelen. Ga zeker nog eens nadenken. Zeker met technologieaandelen en aandelen die in de SP 500 zitten, um, om die. Om daar toch wel winsten op te nemen of winsten af te bouwen. Ik bedank jullie en uh, ja, we zien elkaar terug op zondag. En zondag zal er een nieuwe community call plaatsvinden waar ik jullie mijn visie over de markt zal delen. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot de volgende keer. Bye-bye.